Dit is Flevoland van zondag 29 juli. Ongeveer 4200 scouts van over de hele wereld zijn aangekomen in Zeewolde. Daar vieren ze de laatste 4 dagen van Roverway 2018. De Roverway is een 10-daag scoutingkamp dat 1 keer in de 2 jaar in een land in Europa wordt georganiseerd. En dit jaar in Nederland. Wij hebben de eer om hier het gastland te zijn van de Roverway 2018. Het doel is om vooral roverscouts uit de hele wereld samen te brengen en te ontmoeten. En gewoon een leuke tijd te beleven. En wanneer de scouts uit 50 verschillende landen komen, is dat zeker niet moeilijk. De deelnemers leren daarom ook veel van elkaar. We got a chance to learn about people, their culture, what they do, what they eat. And it's been really awesome since we've been here. We've learned a lot from different cultures. Some I wouldn't have learned if I haven't been here. Andere culturen, zoals Spanje, heeft een net iets andere cultuur dan Italië, maar toch is het weer hetzelfde, dus dan begrijp je elkaar op zich ook weer wel. What's the most important thing you have learned? Sharing is caring. Sharing is caring. Yes, my leader told me that. And this is the most important for me. Tijdens de Roverway zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden, zoals fietsen, boogschieten en zeilen. Nou, we hebben hier natuurlijk het mooie Nulder-Nauw, daar gaan ze aan zeilen, dus dat is heel gaaf. En ze gaan hier gewoon workshops volgen, ze gaan elkaar weer ontmoeten, want ze zijn 6 dagen met elkaar los geweest. Ze gaan nu weer samenkomen, er zijn weer een paar shows, dus echt van alles te doen hier. Gewoon activiteiten, lekker sporterspel, feestjes, gewoon genieten hier. Vanavond zal op het scoutinglandgoed een grootse opening zijn. Voor de scouts zal dat een bijzonder moment worden. Hey, it's like all the people dance together, come together, closer. It's really fun, I think. And now we're just having free time and we're going to meet other people and go to the small shops and have some fun. Piloten van Zweefvliegclub Noordoostpolder hebben bijzondere ontdekkingen gedaan. Tijdens de vluchten hebben ze sporen gezien van historische structuren onder de grond. Wij waren aan het vliegen. We hadden natuurlijk gedacht van nou, wie weet is er wat te zien. Ja, en als je dan zo'n ontdekking doet, zoals bijvoorbeeld het lichtwachtershuisje van Blokzeil. Ja, dat is geweldig. Want dan kun je heel mooi kun je de structuren zien. Zie je nog de dijk, die zie je echt letterlijk naar Blokzeil gaan. Ja, dat had ik ook niet verwacht. En Jamelien, die ook rondgevlogen heeft, was ook helemaal enthousiast. Hè. Op het oude land kun je ook nog wat dingen zien. Hè. Maar dat we dat in de polder zouden zien, ja, dat hadden we echt gewoon niet verwacht. Door de droogte in de grond is het landschap flink van kleur veranderd. Maar vochthoudende objecten onder de grond verkleuren niet en worden daarom van bovenaf zichtbaar. En vooral rond Schokland zit nog veel oud materiaal in de grond. Wat ik ook weer niet verwacht had, was tussen Emmeloord en Enzin, dat daar ook nog oude watergangen te zien waren. En die waren wel heel erg duidelijk vanuit de lucht. Door de droogte werd vorige week in Ierland al een 5000 jaar oud monument ontdekt. Nu er ook sporen in Noordoostpolder zichtbaar zijn, geeft het een extra kick om overheen te vliegen. Ik vlieg al 34 jaar. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. En dat is toch wel heel erg uniek. Ja, met het vliegen probeer je zo hoog mogelijk te komen of zo ver mogelijk te vliegen. Ja, wat je soms onder je voorbij ziet trekken, ja, dat is geweldig. En dat we dit in de polder zien, vind ik uniek. Want ja, we zijn nog maar 75 jaar droog. En we zien gewoon dit soort structuren. Ja, die van Schokland, ja, dat is ik geloof in 1815 of zo ontruimd door koning Willem I. Ja, als je dan nog zulke oude structuren ziet, ja, dat is gewoon uniek. Tennister Elisia Pol uit Luttelgeest is er niet in geslaagd om het Toomba Open te winnen. Op de banen van tennisclub LTVL in Lelystad verloor de 16-jarige Pol in de finale van Isabelle Haverleg. Het werd in een spannende finale 7-5 en 6-3. Ja, ik denk dat zij gewoon op de belangrijke punten gewoon misschien net iets beter stond en net gewoon iets minder fouten maakte. En dat ik misschien net wat te veel wou doen. Het waren close games en het is gewoon jammer dat zij ze dan net op de belangrijke games eruit heeft. Dat gewoon mij net niet lukte vandaag. Het was voor de 16-jarige Pol pas haar eerste grote finale. Toch kijkt ze ondanks de nederlaag tevreden terug op de afgelopen week.
Tuurlijk ben ik tevreden met wat ik heb op de wedstrijd. Ik heb een goede wedstrijd gespeeld. En nu is het gewoon eerste uur is gewoon balen. Gewoon dat ik de finale niet heb kunnen winnen. Maar ik zal echt wel tevreden zijn met de tweede plek. Het talent uit Luttelgeest komt in de competitie uit voor MLTC Meppel. Wekelijks op hoog niveau spelen moet haar helpen richting de tennistop. Ja, tuurlijk wil ik naar internationale toernooien. Ik speel ook wel een paar internationale toernooien. En competitie, ja, dat is gewoon wedstrijden spelen. Alleen maar om ervaring op te doen voor het zomerseizoen, voor deze wedstrijden, voor dit soort toernooien. En ik wil gewoon het beste uit mezelf halen en gewoon zo hoog mogelijk komen te staan. Waar het ook mag zijn. Ik ga gewoon hard voor trainen, hard voor werken. En dan zie ik wel waar ik over een paar jaar sta. Bij de mannen ging de winst naar Bart de Gier. Het was alweer de 12e editie van het ranglijsttoernooi bij LTVL. De organisatie kijkt tevreden terug op de afgelopen week. Iedereen is zo tevreden en de feestjes zijn leuk en de kamperen zijn leuk en de sfeer is altijd goed. Dus wat dat betreft hebben we eigenlijk niet zoveel te wensen. En is het ook best wel moeilijk om een hele nieuwe uitdaging te gaan verzinnen. Het enige is dan dat we volgend jaar 50 jaar bestaan en misschien wel iets extra's kunnen gaan doen. Maar daar gaan we eens even over nadenken. Nicky van Sprang uit Almere is klaar voor het EK roeien dat komende week in het Schotse Glasgow plaatsvindt. Van Sprang komt eruit op de dubbel 2 met Amos Keizer. Ze zitten pas sinds enkele weken bij elkaar in de boot. Met Amos is eigenlijk heel leuk. Met Amos heb ik voor het eerst samengeroeid in 2010 toen we nog junioren waren. Dus we kennen elkaar heel lang al. Veel samengeroeid, maar nog niet vaak samen gedubbel 2. In de dubbel 2 zitten we nu pas een paar weken samen en het klikt eigenlijk heel goed. Ja, ik denk dat het niet alleen roeiend vult het elkaar aan, maar ik denk ook als mens. Ze kunnen heel goed samenwerken en het klikt ook gewoon goed samen in de boot. Dus ik denk dat ze op meerdere fronten complementair zijn en dat heb je ook gewoon nodig in een ploeg. Zeker in de dubbel 2, dat moet gewoon direct klikken en dat hebben zij wel met elkaar. Go! Het duo is vooral sterk op de eerste meters. Ja, ze starten met de beste mee. Ze zijn meestal het snelste. Je kunt je afvragen of dat dan iets is wat je nog verder wil uitbouwen. Ik denk dat ze in de baan nog iets meer kunnen winnen. Maar het klopt, ze zijn in de start altijd snel mee. Van Sprang zit in de dubbel 2, maar hij hoopt in de toekomst de overstap te maken naar de dubbel 4. En om die stap te zetten zal hij nog beter moeten worden. Nou ja, harder roeien om het heel simpel te maken. Train ik hard voor. Ik heb dit jaar rond het NK helaas een beetje een dip gehad. De combinatie van studie en roeien bleek toch een beetje veel. Dus ik was ook gewoon eerder in het seizoen niet zo goed als ik moest zijn. En dat gaat nu wel weer beter. En met die stijgende vorm heeft hij hoge verwachtingen voor een goed EK. Ja, dat is altijd de hamvraag. Het is een heel pittig veld, de dubbel 2, met heel veel Europese ploegen. De meeste wereldtoppen zijn eigenlijk Europees. Ons doel moet zijn de finale halen en dan liefst top 5. Als ik kijk naar de wedstrijden die ze hiervoor hebben gevaren, dan hebben ze één keer B-finale gevaren, één keer A-finale. En het zal een beetje op dat randje zijn van oké, gaan ze de A-finale halen of niet? Daar gaan we natuurlijk wel voor en dat hopen we ook. En als ze weer een stukje progressie hebben gemaakt, wat ik denk dat ik heb gezien in trainingen, dan zou dat haalbaar moeten zijn.